komende weken reizen wij met u langs de locaties die een rol spelen in Soldaat van Oranje, de musical. We zijn vandaag bij het academiegebouw van de Universiteit Leiden, waar het zweetkamertje zich bevindt. Het zweetkamertje heet zo omdat studenten hier, in afwachting van een beul, vaak tandenknarsend en nagelbijtend zitten te wachten om te horen of ze het gehaald hebben of niet. Een enkeling is hier vroeger begonnen met het tekenen op de muur, wat later is overgegaan in het zetten van handtekeningen. Ook Erik Hazelhoff Roelsema heeft hier in 1941 zijn handtekening gezet. Hoe lang het precies al gebeurt weten ze niet, maar er zijn hier al handtekeningen te vinden die nog dateren uit 1800. De universiteit in Leiden is de enige met een dergelijk zweetkamertje met zo'n rijke historie. En de traditie is voor studenten hier even belangrijk als het halen van de beul zelf. Een verwijzing naar die traditie zit ook in de voorstelling. Als Fred van Houten zijn naam opschrijft bij zijn afstudeergala in het Minerva-decor. Prominente gasten van de voorstelling worden na afloop uitgenodigd in het Minerva-decor om daar ook hun naam te vereeuwigen. De volgende keer gaan we naar Rapenburg 56 en vertellen we je meer over het Leids Manifest. Heb jij nog vragen over een decorstuk of requisiet in Soldaat van Oranje, de musical? Vraag het ons op Facebook of Instagram.